We vervolgen het examen HVO Natuurkunde 2024 Tweede tijdvak met wiebelgenerator. Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe methode om windenergie om te zetten in elektrische energie. Met een bepaalde experimentele methode wordt een lange paal gebruikt waarin staande golven ontstaan als de paal in de wind staat. De wiebelende plaat werkt elektriciteit op en wordt dan ook wel wiebelgenerator genoemd. Voor een test is een prototype van een wiebelgenerator gemaakt. En een 12,5 meter lange paal. Zie figuur 1. Je ziet hem. Onder zit hij vast. En boven zit hij los. In deze figuur is schematisch weer hoe de paal in een grondtoon trilt. Geef in de figuur op de uittrek bijlage het patroon van knopen en buiken. Voor de eerste boventoon van de paal. Oké. Okay. In de grondtoon heeft hij hier een knoop. Want daar zit hij vast. En in de, aan de bovenkant zit hij los. Dus er zit een buik. Maar dat is de grondtoon. Als de eerste boventoon zit, er dus nog een buik en een knoop tussen. En knijpen en buiken, om en om. Dus knoop, buik, knoop, buik en deze afstanden zijn allemaal een derde van de lengte van de paal. Ja. De frequentie waarmee de paal gaat trillen is afhankelijk van de voorplantingssnelheid van de holven in de paal. Om deze snelheid te bepalen wordt er tijdens een test de paal aan het trillen gebracht in de grondtoon. Zie figuur 1. Van deze trilling wordt een tijddiagram gemaakt. Zie figuur 2. Nou, dit is dus gedeelte in de grondtoon. Zagen we net al. Dit is de tijd en dit is de uitwijking. En je ziet dat die zo, dus uh, trilt. 18 bepaal voor, voor 1 in de voorpandensnelheid uit deze uh, test voort en noteer dat in uh, significante cijfers. Nou, eens even kijken. Um, grondtoon, dus een kwart golflengte. En je kan hier, met deze kun je de frequentie bepalen. En als je de golflengte en de frequentie hebt, dan kun je met deze formule, V is F mal lambda uit 35b2, dat is de golfformule, kun je dan de, die snelheid uitrekenen. Snelheid is frequentie mal golflengte. Nou, eerst maar eens even kijken wat de uh, frequentie is. Je kan hier het aantal trillingen kun je tellen, dat zijn er 16. In 8,2 seconden hebben ze hier genomen. Je kan ook een ander aantal nemen, want dat maakt, voor, maakt het in principe niet uit. Maar als je 16 tillingen hebt in 8,2 seconden hebt, dat betekent dus dat de frequentie 16 gedeeld 8,2 is. Dat klopt ook wel eens. 16 tillingen in 8 uh, seconden, dat is 2 per seconde ongeveer. Nou, het is net iets minder. 1,95 hertz. Hier kun je zien dat de lengte van de paal 12,5 meter is. Hier zit een knoop in de grondtoon toon. En daar zit een buik. En daar is altijd een afstand van een kwart golflengte. Dus 12,5 meter is een kwart golflengte. Dus een golflengte is dan 50 meter. Hier staat dat uit uitgeschreven. Kwart lambda is dan dus 12,5 meter. En de golflengte is dan vier keer zoveel, 50 meter. En die vul je dan allemaal in de formule in. V is lambda maal f, 50 meter maal 1,95. hertz is 98 meter per seconde. Als gevolg van de wind ontstaat er rond een bepaalde wervelingen met een bepaalde frequentie fw. Voor een zo groot mogelijk opbrengst van de wiebelgenerator moet Fw gelijk zijn aan de frequentie F0 van de grondtoon. De frequentie Fw is niet constant, maar afhankelijk van de windsnelheid. De F frequentie F0 moet dus aangepast kunnen worden tijdens het veranderen van de windsnelheid. De onderzoekers denken dit te kunnen doen met een technische oplossing waarvan de veerkonstante van de paal wordt verhoogd of verlaagd. De paal is te modelleren als een massa weersysteem. en op de uitwerkbijlagen staan twee zinnen en omcirkelt telkens het juiste alternatief. Nou, Eens maar even kijken. Um, als de winsnelheid en dus de frequentie FW afneemt, moet de trillingstijd van de paal toenemen of afnemen en de veerconstante moet dan verhoogd of verlaagd worden. Nou, Even kijken wat het antwoord is. Hier staat: uh, als de winsnelheid de frequentie afneemt, dan moet de trillingstijd toenemen en de veerconstante moet dan verlaagd worden. Nou, Waarom is dat zo? Dat kun je zien aan deze formules. die Je kan gebruiken voor deze. De frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. Als de frequentie toeneemt, dan moet de trillingstijd wel afnemen, want, hè, want dit antwoord wordt groter, dat betekent dus dat de breuk ook groter moet dat betekent dat hieronder in de noemer staat, moet dan kleiner worden. En kijk, zoals ik zeg verkeerd om, de frequentie neemt namelijk af, dan moet de trillingstijd natuurlijk juist toenemen. Ja, het is precies omgekeerd, de redenatie is op zich wel goed, maar als de frequentie afneemt, moet die breuk dus ook kleiner worden, dan moet de noemer dus groter worden, dus de trillingstijd neemt dan toe. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Dit is de formule voor een massa weersysteem. De trillingstijd neemt toe, is gelijk aan 2 pi. Nou, dat blijft natuurlijk constant. Portel M is ook constant. En wat moet er dan met C gebeuren? Als deze toeneemt, moet C, want die zat onder de breuksteep, juist kleiner worden. En dan, lager worden dus. Ja, klopt precies. Je kan dit op een andere manier doen, maar ik heb het gedaan met behulp van de formules, maar je kan het ook gewoon met woorden uitredeneren natuurlijk. Goed, we gaan verder. Met behulp van het model wordt berekend dat het nuttige vermogen van de wielbegenerator bij een bepaalde lengte van de paal gelijk is aan 100 watt. Men wil het rendement van de wielbegenerator bij een windsnelheid van 12 meter per seconde vergelijken met het rendement van een reguliere windturbine onder dezelfde omstandigheden. Dus ook bij 12 meter per seconde. Voor het vermogen dat de wind overdraagt op de wielbegenerator geldt: P-wind is het overdragen vermogen, is 0,30 maal de dichtheid van de lucht, maal het oppervlak. Van de wiebel en de paal, maal de windsnelheid in het kwadraat. Het totale oppervlak voor de paal wordt gesteld op 1,2 meter, dus die A. Een de windturbine heeft onder dezelfde omstandigheden een rendement van 35%? Oké. Okay. Toon met beeld van een berekening aan of het rendement van de wiebelgenerator dat volgt uit het model hoger of lager is dan het rendement van de windturbine. Ja, dan moet je natuurlijk die formule in gaan vullen. P-wind is 0,30 maal rho maal A v in het kwadraat. Nou, rho is de dichtheid van de lucht, die moet je halen uit de Wieners, tabel 12, gegevens van gassen en dampen. Ja, dat is, uh, dat is die 1,239, ja, dan uh, A is het oppervlak, die is 1,2, en de windstrijd was 11, of 12, 12, sorry, dus hier staat die 12, hier, deze. hier staan die allemaal in, wat zie je wel, 0,30 maal 1,239, dat is de dichtheid van de lucht, maal 1,2, maal 12 tot de, ik zei net tweede macht, maar het is derde macht zelfs. Nou, als dat dan uitrekenen is het 804 watt, en dat is wat er ingaat aan energie, of vermogen beter gezegd, en uh, wat er uitkomt aan energie uit die paal, die generator, is 100 watt. Nou, als ik kijk als die op elkaar deel, is dat 0,12. Als ik een percentage maak, is dat 12%. En dat is dus een stuk lager dan die 35% van de gewone windturbine. Hier is dat weer een ster. En dat is omdat, uh, net als bij die eerdere opgave over het rendement, p nuttig dat, uh, en p in, daar moet je uh, duidelijk maken dat p nuttig dat dat de die 100 watt is. En p in dat dat deze p van die wind is die je hieruit hebt gerekend. Dus het is eigenlijk niet zozeer een fout in het uh, antwoordmodel, maar een verdere toelichting, zeg maar. Iets aangescherpte formulering. Goed, in de laatste film gaan we verder met uh, gezichtsfoto.